deze aflevering over de geschiedenis van Ede behandelen we het tijdperk tussen 1900 en nu. Riet Beuker, geboren en getogen in Ede en afgestudeerd op de NK. Zij weet een hoop te vertellen over de komst van de NK, maar ook over de komst van de militairen. Met gevolg dat Ede een garnizoensplaats werd. Via Oud-Ede kwam zij in contact met de rest van de auteurs. Ik ben gevraagd om een hoofdstuk te maken. En we hebben elkaar gevonden bij mevrouw Bloembergen tijdens een vergadering. Twee van de auteurs kende ik en de anderen waren vreemden, maar die zijn toch, hebben we goed met elkaar samengewerkt, laat het zo zeggen. En omdat twee van de onderwerpen die in dat boek, in dat hoofdstuk wat mij toebedeeld is, voor zouden komen, heb ik ja gezegd. Met de komst van de NK, laat ik het zo zeggen, kreeg Ede een aantal voorzieningen die waarschijnlijk nooit in deze periode bewaarheid werden. En dat was onder andere een zwembad. Dat was niet alleen de NK, maar ook op initiatief van Defensie. Dat was de Rehorst, dat was eigendom van de NK. De grond was eigendom. En niet in de laatste plaats de woningbouwvereniging Vooruit. Want die woningbouwvereniging, die woningbouw, die woningen, die 300 woningen die daar gebouwd zijn, dat was eigenlijk een voorwaarde voor de komst van de NK naar Ede. De zondagsrust die werd niet aan de andere kant van het station gehandhaafd. Op een bepaald moment is er in de gemeenteraad discussie geweest over activiteiten op zondag aan de andere kant van het station. En dan zegt de burgemeester, de kerkgangers die moeten eigenlijk geen last hebben van activiteiten op zondag. En we weten nooit of dat de reden is waarom er op zondag allerlei activiteiten aan de andere kant van het station plaatsvonden. Maar het is wel zo. Er kon van alles. Er werd op zondag gezwommen door de militairen. Zondag naar de film. Danslessen bij de Rehorst. Sport. Achter Rehorst in eerste instantie en later aan de sportlaan. Dus dat ging allemaal op zondag. Welke plekken in Ede vindt u bijzonder? In de eerste plaats de kazernes en de NK. Dat zijn toch wel hele bijzondere plekken, omdat vooral de NK heeft de economie van Ede in een boost gebracht. Kunnen we die met u samen bezoeken? Ja. Ik heb de Johan Willem Friesel-kazerne gekozen omdat dit de start is van de grote veranderingen in de 20e eeuw in Ede. 1900 kreeg burgemeester Op de Noord een brief van het ministerie van Oorlog of er eventueel grond te koop was voor de bouw van kazernes en oefenterreinen. De gemeente had die grond niet. De buurt, Ede Veldhuis en Ede Manen, die hadden de grond, heidevelden. Dit was een heideveld van de buurt Manen. De buurt vergaderde. In eerste instantie buurt Ede Veldhuizen. 10 dagen later Manen. En uiteindelijk werd deze grond aan Manen verkocht voor 10.000 gulden. Buurt Ede Veldhuizen pakte het anders aan. Die verpachtte de heide en die verkocht de grond voor kazernes. De woningbouwvereniging Vooruit was een voorwaarde, de woningen hier waar wij nu staan, was een voorwaarde voor de komst van de NK. 300 woningen waren er nodig om personeel te huisvesten, wat in Ede niet voorhanden was. De gemeenteraad die moest akkoord gaan met een deel van de kosten. Het Rijk betaalde een deel en de woningbouwvereniging betaalde een deel. De eerste woningen werden opgeleverd in 1922 en het was voor heel veel bewoners die uit alle delen van Nederland kwamen, uit heel arme streken, geweldig om een woning toegewezen te krijgen met een woonkamer, een keuken en een mooie kamer, een klein kamertje waar, ja, wat een beetje een mooie kamer was.
En als laatste auteur komt Jannie Bloemberg in beeld. Zij heeft geschiedenis gestudeerd in Groningen. En sinds 1984 is ze werkzaam bij de Open Universiteit Nederland als kunsthistoricus. En zij was dan ook initiatiefneemster van het boek. De aanleiding was dat de vereniging graag weer een boek wilde uitbrengen. En daar een paar ideeën over had. En toen heb ik als suggestie gedaan om opnieuw een geschiedenis van Ede proberen het samen te stellen en uit te brengen. Nou, dat heeft enig zoekwerk opgeleverd. Op een gegeven moment zijn we in ons eigen netwerk gaan kijken van wie capaciteiten daarvoor had en wie er belangstelling voor had. En ik kende door mijn werk bij de Open Universiteit een aantal studenten ook. En naast leden van de werkgroep geschiedenis hebben dus ook in die groep gezocht. Edenaren die dus afgestudeerd waren bij de Open Universiteit. En zo zijn Riet Beuker en Joyce van den Berg bij de groep gekomen. Karel Verhoef was lid van de werkgroep, zoals ook Kees van Lohuizen, die vanaf het begin mij gesteund heeft in het idee om een boek te maken en samen mij de opzet bedacht heeft. Ik heb gekozen voor de laatste periode, dus de periode na de oorlog. En de grondslag, of beter gezegd de reden, was voor mij wel belangrijk. Ik was op dat moment bezig met het schrijven van een proefschrift over de naoorlogse situatie in Ede. De keuzes die het gemeentebestuur in Ede tussen 45 en 95 heeft gemaakt in verband met de groei die de gemeente heeft doorgemaakt. Welke bronnen heeft u naast het gemeentelijk archief nog meer geraadpleegd? Nou, voornamelijk het gemeentelijk archief. En voor de rest is gebruik gemaakt van wat al aan publicaties over Ede verschenen was. Er zijn de laatste 10 jaar... toch vrij veel lokale studies verschenen. Onder andere historische cahiers van het gemeentearchief. Dat is gebruikt. In mijn onderzoek heb ik ook voor een deel nog gebruik gemaakt van het provinciaal archief. De eerste ideeën kwamen in 2011 op. En de aanloopperiode is nogal lang geweest. En in 2012 zijn we echt als schrijversgroep bij elkaar gekomen. En is het proces echt begonnen. In 1965 is het besluit gevallen om dit gemeentehuis te laten realiseren door het architectenbureau van de Broek en Bakema. In het ontwerp waren verder allerlei baanbrekende ideeën opgenomen. Hij had een visie dat de visie op een gemeentehuis eigenlijk een blik moest werpen op hoe een gemeentebestuur diende te functioneren in een samenleving. Alleen toen die plannen uiteindelijk in 71 of in 70 eigenlijk al de bevolking ter oren kwamen, toen keerde de bevolking zich vrij heftig tegen deze grootschalige aanpak. Men vond het te veel geld voor te weinig werkplekken. En men vond ook het ontwerp niet mooi. Er werden woorden gebruikt als bunker, slagschip. En uiteindelijk is dan ook wel is een commissie benoemd die zou gaan kijken van of het allemaal wat minder kon. En daar zijn een aantal bezuinigingen uitgerold en ook een aantal aanpassingen. Zo zijn dus de raampartijen groter gemaakt, zodat dus die gesloten indruk wat verzacht werd. En ook de trappentorens, die dus op de breuk van de geledingen staan, die zijn wat lager uitgevallen, zodat het allemaal wat minder massaal werd. Dat is wel grappig om te zien hoe dan in de 71 een bevolking heel anders reageert als een college en een raad in 65 bij hun keuze. Omdat de raad in 65 het gemeentehuis van Bakema heeft gezien dat hij ontwierp voor Terneuzen. En als je dat terugzoekt op het internet, dan zie je daar een heel gesloten gebouw. Dus uiteindelijk heeft toch de bevolking haar inspraak gekregen.